Essanjami. Essanjami. Ik las in de Gaykrant, althans op het internet, dat je een notitie hebt toen uitgaan. Ik denk het regent notities in Amsterdam, in Slotervaart. Wat ik in mijn handen heb, namens de fractie Yami. Ja. Hoe groot is die fractie eigenlijk? Staat het één persoon, dat wel. Ja? Ja, maar ik vind, het is natuurlijk van belang dat je ook als één probeert, in je eentje probeert, het collegebeleid te beïnvloeden. Dat vind ik bijzonder belangrijk. En dat lukt aardig, want bijvoorbeeld 2 maanden terug heb ik een Loverboy initiatiefvoorstel ingediend. Dat heette destijds dus eigenlijk Poyer Boys. En dat is ook unaniem aangenomen. En daarmee beïnvloed je het beleid in je eentje. En ik hoop ook wederom met dit voorstel in zaken homoseksualiteit hetzelfde succes te bereiken, hopelijk. Nou, wat ik met de wereld van homoseksualiteit heb, is dat ik veel vrienden heb daaronder. Ze praten met mij daarover. Niet alleen over misdaden, wat hun begaan wordt, maar ook liefde en leed. Recent is eentje getrouwd, dus dat was hartstikke leuk. Heb jij erin getrouwd als ambtenaar? Ja, was het maar zo. Nee, dat had ik wel leuk gevonden overigens. Nee, volgens mij, nee, dat kan niet, want ik ben politieke ambtenaar, dus zeg maar. Maar ik had het wel leuk gevonden als dat kon. Graag gedaan. Maar ook, ook incidenten. Een recent voorbeeld was dat hij met zijn man inmiddels of in Amsterdam liep, mm-hmm. bij Rembrandtplein en hand in hand. En dat zij uitgescholden werden door 3 jonge Marokkanen. Mm-hmm. En vervolgens, toen zij eigenlijk niet op reageerden, werden zij daaropvolgend in elkaar geslagen. En het is zo surrealistisch hoe zo'n persoon het vertelt dan. Wat je dan hoort, ik vind het verschrikkelijk. Het incident dat deed zich voor in Amsterdam? Deed zich voor in Amsterdam. Ja. Aan de aanleiding daarvan heb ik gevraagd van, wat doen wij eigenlijk met homoseksueel beleid? Hebben we dat überhaupt in Leidschendam-Voorburg? Wij horen bij de top 50, grote gemeente. 75.000 inwoners, ongeveer. En waarvan ongeveer uit mijn hoofd 12% allochtonen bestaat. Wij hebben ook concentratiewijken van allochtonen, waar ik fel tegen ben. Dus dat hebben we ook. En ook hier gebeuren incidenten. Ook hier heb ik mensen gesproken, vrouwen, mannen, die hetzelfde zeggen van ja, hand in hand lopen. Ja, dat gaat niet hier. Politie registreert homo-incident, homo-geweld, niet als registratie als homo-geweld. Dat wordt niet geregistreerd zo. En daar heb ik ook gevraagd van dat we dat expliciet dat wel moeten doen. We moeten bij vermelden dat het om homo-incident gaat, om homo-geweld-incident gaat, zeg maar. Wordt niet geregistreerd? Nee, wordt absoluut niet geregistreerd. En dat is ook een van de punten waar ik bijzonder tegen ben en tegen ageer, dat dat wel moet gebeuren uiteraard. Want zo heeft politie, dat zegt het college tenminste, geen tastbaar bewijs dat er inderdaad toename is voor homoseksueel geweld. Ja, dat is niet zo gek, want het wordt niet geregistreerd. Je hebt een kritische houding tegenover de allochtone medemens. Nu is ook bekend dat in die kring ook een groep worstelt met zijn eigen homo of lesbisch zijn. Ja. Vind jij dat voor deze groep er ook mogelijkheid dan moet worden geschapen dat zij geholpen worden om zeg maar uit de kast te komen? Absoluut. Dat staat ook in mijn initiatiefvoorstel. Zij zijn de slachtoffers. Kijk, de allochtone gemeenschap zijn sowieso, als het gaat om homoseksualiteit, zijn ze zowel de daders als slachtoffers. Dat maakt het zo bijzonder. Als voorbeeld kunnen ze bijvoorbeeld naar een voetbalvereniging gaan die al bestaat. Ja. En dat wil ik dus bevorderen, dat daar in ieder geval geen discriminatie plaatsvindt en niet homo wordt geroepen als scheldwoord. Sterker nog, ik wil dat het woord homo helemaal niet geroepen wordt in sportclub. Dat vind ik belachelijk. Nee, de KNVB is hetero? Wat gaan we doen? Hetero roepen naar elkaar? Ik bedoel, dat gaat er totaal nergens over. Dus en daarmee, als we dat niet doen, dan gaan we de reglementen bijpakken als gemeente, want wij subsidiëren de sportclubs. Dan kunnen we zeggen, nou jongens, dag subsidie. Wij gaan dat niet meer subsidiëren. Want het woord bij de daad zetten. We kunnen niet roepen van, wij zijn tegen discriminatie, maar de sportclubs die dat doen, ach, we kijken even door de vingers. Dus consistentie. Maar ik zou juist willen dat voorlichting, permanente voorlichting komt, en dat staat in mijn initiatiefvoorstel, dat COC, daar zijn ze absoluut bereid toe, permanente voorlichtingcampagne te voeren. Maar dat moet dat wel toegelaten worden door de schoolbesturen? Ja, maar daar kan het college weer daarin bemiddelen. Het is een, zeg maar, visie op woningbouw, zorg, ouderenzorg, jeugdbeleid, volkshuisvesting, criminaliteit, noem het maar op, sport.
Dus het is op allerlei facetten vastgelegd hoe we daar aan de gang moeten gaan en hoe we dat homo-emancipatie kunnen bevorderen. Dus vandaar dat ik ook mijn tactiek veranderd heb, omdat ik dit wil bereiken, omdat ik echt iets wil doen voor de homoseksuele gemeenschap. Dus dan matig ik mijn toon en ik hoop ik ook dat mensen als partijen als Partij van de Arbeid en CDA met name, toch de twee grootste partijen en de VVD, dat zij daar absoluut mee instemmen. Moet je ook naar de parade? Dat is ook zo'n heet item altijd. Den Haag was ook met een boot. Ja. Ik ga daar zeker naartoe. Ben je er al eens geweest? Nooit, want ik zou het buitengewoon leuk vinden om op de boot te gaan zitten. Maar je wil graag een uitnodiging ontvangen van een organisatie om met de boot mee te mogen? Dat zou hartstikke leuk zijn. Want ja, ik wil graag een signaal uitzenden dat ook de allochtone medeburgers, zou ik zeggen, dat zij veel meer veel toleranter en tegenover homoseksuelen moeten staan en dat ook uit te dragen. Ja, dus ik doe wat ik maximale kan doen. Ik denk Marcus ook, ik twijfel absoluut niet aan zijn oprechtheid. Dus men doet wat in maximale mogelijkheid in zit. Dat is ook mijn motto, het is beter streven naar onmogelijke dan berust in haalbare. Ja. Ik ga me zeker gewoon daar laten zien en dat ik zeg, jongens, ik ben trots om langs deze mensen te staan, naast deze mensen. En ik hoop dat meer allochtonen dat gaan doen en veel meer moslims dat durven. Zie je wel dat je toch weer even allochtoon bent nu? Soms moet je bij mensen toerekenen om dat ook te bereiken. Tot een groep toegerekend worden. Maar nogmaals, ik ben een allochtoon in feite, volgens de CBS-statistiek. Dus ja. Begrippen. Nee. Nou, dat vind ik ook niet erg.